Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar mijn allereerste aflevering van mijn kookserie. Vandaag beginnen we makkelijk omdat het natuurlijk ook de eerste aflevering is en vandaag gaan we chia pudding maken. Het recept wat we vandaag gaan maken is voor twee personen. Dit zijn de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt. Eerst onze handen wassen, want dat is heel erg belangrijk. Voor een portie van 2 heb je 6 schepjes chiazaad nodig. We hebben 500 ml melk nodig. Het kan amandelmelk zijn, dat gebruik ik nu, maar je kunt ook gewone melk doen, je kunt kokosmelk doen, je kunt eigenlijk alles doen wat je maar lekker vindt. Dus dat maakt niks uit, daar kun je zelf een beetje mee variëren. En voor de smaak doen we nog 2 eetlepeltjes vanillearoma. Nu is het een kwestie van heel goed doorroeren, want de zaadjes nemen natuurlijk de vocht op. En dan moet je gewoon eventjes een tijdje goed blijven roeren voordat je het in de bakjes of kommetjes, waar je het maar in wilt doen. Dus dit gedeelte is wel belangrijk dat je goed blijft roeren. Als je een tijdje hebt geroerd, dan merk je al dat het steeds wat dikker wordt. En nu lees je misschien op internet als je het opzoekt chia pudding van ja, je moet een nacht in de koelkast. Gewoon een hele nacht gewoon lekker een paar uurtjes in de koelkast dus. En dat kan, dat is zeker niet verkeerd, maar het hoeft niet per se. Je kunt ook 2 tot 3 uurtjes in de koelkast doen. En dat is wat wij ook hebben gedaan. Zoals je nu dus kunt zien is het al echt een stevige pudding geworden. En eigenlijk is de pudding nu klaar, maar het is heel erg saai als je dat nu zo laat. Dus wij gaan het ook nog even leuk decoreren. Voor de chia pudding die ik vandaag maak gebruik ik blauwe bessen. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon frambozen en allemaal andere vruchtjes in doen. Dus dat maakt niet uit, dat kun je zelf weer lekker in variëren. Maar wij gebruiken de blauwe bessen en geeft een beetje kleur aan de pudding. En het is ook nog eens super lekker. En het maakt ook nog een beetje gezond. Dan pakken we de bakjes erbij. Dit zijn eigenlijk gewoon drinkglaasjes. Maar ik vind deze super leuk om de puddingjes in te doen. En wat we als eerst doen is we scheppen een beetje pudding in het glas. Doen we daar gewoon een laagje van in. En dan doen we er blauwe besjes bij. Die zijn trouwens ook al wel gewassen. Dit geeft een beetje een mooie kleur en de smaak wat ik al zei. En het staat gewoon heel erg leuk. Dit heb je dan. En dan vervolgens doe je nog een beetje van de chia pudding erbovenop. En dan heb je de bovenkant weer met wat blauwe besjes afmaken. En dan zijn we aangekomen bij de laatste. Zoals je hier kunt zien gebruik ik de blauwe bessen en de chia pudding even andersom. Maar dat ligt helemaal aan jou. Daar kun jij lekker mee variëren. Kijk wat jij lekker vindt. En dan hebben we gewoon een super lekker ontbijtje. Wat simpel te maken is. Ook nog gewoon een beetje gezond. Iedereen kan dit maken. En het is gewoon echt heel erg easy peasy.
Als allerlaatst doe ik dus de blauwe bessen aan de bovenkant. Daar kun jij bijvoorbeeld aardbeisjes, frambozen, noem maar op doen. Daar kun je zelf lekker mee variëren. En dan is dit het eindresultaat. Je hebt twee hele lekkere bakjes met chia pudding. Het is heel leuk voor het ontbijt, voor tussendoor, eigenlijk voor alles. Het is gezond en heel erg lekker en heel erg makkelijk. Nu jij.